Koen? Ja? Wat gaan we doen met... Oh, ik wou zeggen wat gaan we doen met lunch, maar... We gaan even lunchen. Lekker. Maar even komen in een stokbroodje thuis. Ik heb even wat komkommertjes. Jongens, simpel hoor. Tomaatje, avocado en sla. Gewoon klein gesneden van de Albert Heijn. Lekker makkelijk en gewassen. Ik wil even iets uitleggen. Ik heb altijd twee snijplanken. Iemand zegt helemaal, oeh, kon je wat gevaarlijk in verband met bacteriën. Met vlees en vis en dan rauwe groenten erop. Ze zijn dezelfde kleur. Je hoort een oranje te hebben en een groene of een witte. Je hoort twee verschillende kleuren te hebben. Maar ik heb één hele dikke en ik heb hier een hele dunne. Dus ik weet precies waar ik mijn groenten op doe en mijn vlees op mijn vis. Maar dankjewel voor de tip, want ik kan het dan ook weer doorgeven aan jullie. Dat is één. Daarbij kreeg ik een huiltje van iemand en die zei... en die zei van, oh wat zielig met het vlees en de vis. Nou, ik ben 15 jaar vegetarisch geweest, maar nou, weet je, dat was het ook niet helemaal. Ik leefde echt alleen op fruit en op groenten, echt zo fit for life, vond ik geweldig. Maar daarom ben ik toch weer overgegaan op, en ook door de kinderen natuurlijk. En ik heb altijd, dat wil ik echt op benadrukken, biologisch vlees. Altijd biologisch, biologisch. Ik laat het toch nog even zien, ik heb het echt niet net gekocht, want het is wat het is. Maar kijk, hier, ik heb altijd, het is bij mij altijd biologisch, bio. Altijd, dus ik wil het even benadrukken. Ik zeg niet dat jullie verplichten. Ik gebruik het wel, omdat ik het triest en zielig vind dat er met de dieren om wordt gegaan. Dus ik heb ook wel grappig, altijd scharreleieren. Het is net even lekkerder. En weet je, mijn vader, mijn moeder, mijn zusje, alles is bij ons aan kanker overleden. En ook drie vriendinnen. En ik heb toch zoiets dat ik denk, die beesten worden ingespoten met iets. Die slaan hormonen om, dan zit ik het op te eten. Dus dit is het. Ja. Ik zie groenten, ik zie eieren. Wat gaan we allemaal... Nou, wat ben je van plan? Ik maak even een omeletje. En ja, dat is gewoon grappig. Ik wil even iets tussendoor vertellen. Ik heb altijd deze mosterddressing. En nu kreeg ik van die lieve mensen een bericht van... Oh, wat leuk dat je dat hebt laten zien. Wij willen je een doosje gratis geven. Ik heb gezegd, nee, het hoeft echt niet. Weet je, het brengt verplichtingen. Ik wil het niet. Ik wil alleen maar dingen laten zien die ik gebruik en die ik lekker vind. En niet om een gratis doos te krijgen. Het is hartstikke lief van de Kioms. Maar nee, ik hoef het niet. Ik vind het lief. Iedereen moet zijn geld verdienen. En jullie ook. En dit is het. Ik heb het gewoon gedaan omdat ik het gebruik. En niet om een reclame te maken. Dat betekent niet. Maar, dit heb ik natuurlijk voor hun gedaan. Maar, als er ooit iemand komt of een reclame wil maken voor Coca-Cola, dan doe ik het natuurlijk wel. Red Bull, doe ik het ook voor. Of Chocomel, doe ik het ook voor. Of Fanta. Ja, ik doe het wel. Je hebt een multinational. Ja. Kleine ondernemers. Nee, daar willen we niet aan doen. Nee. Nou, om alle moeilijkheden te voorkomen. Martin die wil graag sunny side up. Dus met het gele eidooiertje naar boven. Rick die wil dan weer het andere eitje niet om en om. Dus gaan omeletje maken. Dat is het meest makkelijke wat er is. Dat weet iedereen. Ik doe eieren. Voor allemaal twee eieren. Ik doe melk. Biologisch natuurlijk. En dan doe ik peper. En aromat. Vind ik geweldig lekker. Dat is al de zout. Dat kluts ik. En dan komt het leuke, want kijk, oh god, het lijkt wel weer een reclame, maar ik heb hem zeker alweer een jaar. Daarvoor had ik al 15 jaar. Dat is deze, dat is een koekkit. En dan heb ik lekker geen jus in de pan, dat vind ik heel niet lekker bij een ei. En dan kun je hierin maken, of je laat de eidooier heel, of je doet er een om en om, kan ook even, of je maakt er een omeletje van. Dat is geweldig, het stinkt niet, het ruikt niet, er komt geen vet bij en... Het is makkelijk, dus voor de kinderen ook leuk. Weet je wat ook heel erg grappig is? Nee, Koekkit hoeft me ook niet te appen. Niet. Bedankje is altijd leuk, maar niet. Weet je wat ik ga doen? Dat lijkt me heel leuk. Leuk voor de kinderen. Hey, kids! Mimi is hier, Mimi is daar. Ik ga je een keer pannenkoekenmeel in doen. Kijken of er zo'n leuk pannenkoekje uitkomt. Dan kunnen kinderen het ook. Dan maak je pannenkoekmeel met een beetje water. En een bolletje ijs. Doe je dat in? Ja, leuk. Zullen we dat eens proberen? Top. Dat doen we morgen of zo, ja? Dat is wel leuk. Maar waarom ben je überhaupt zo mooi aangekleed? Je hebt altijd een witte blouse aan met koken. Ja, dat vind ik lekker. Ik heb een witte blouse aan met koken, omdat ik hem dan in de wasmachine kan doen. En dat vind ik lekker schoon. Maar ik heb mijn beeldig aangekleed. Kijk. Nou, nee. Je weet wat dit is? Nee. Je weet wat dit... Vertel. Dat ik zo meteen in de badkamer ga, met mijn beeldig aangekleed. Girl, put the bass in your walk. Head.
3, 4, 5 en 6. Doe een beetje zo. Ploppen, de eitjes. Heel veel aromat erin, dat vinden we allemaal heel lekker. Ik ben niet uit van zout en pittig. Dat zit. Ja. Oh, lekker makkelijk. Nou, doe dit erin. Zo. Jamie, het lijkt me zo'n koopprogramma. Maar echt. Waar heb ik hem besteld? Gewoon op televisie, op zo'n, wat is het ook alweer dat? De Telcel. Telcel. Ja, Telcel, toch? Ja. Maar ik heb al een foto gemaakt voor ze. Oké. Okay. Nou, dit is het. Gaat deze dicht. Oeh, gaat hij op slot. Dan kan je hem volgens mij ook omgooien, of niet, ja, toch? Ja, gaan we zo meteen doen. Sla. Beetje dressing erdoor. Zo. Beetje komkommertjes. Tomaatjes. Maar echt, ik meen het. Nogmaals, die dressing is gewoon echt de lekkerste. Hij is lekker zoet. Daarom willen kinderen sla. Semi en Soraya willen nooit sla. En zo hebben ze eigenlijk sla leren eten. Dat is gewoon leuk. Oh, wat gezellig ziet het eruit. Waarom doe je daarin? Nou, het ziet er gewoon gezelliger uit. Gewoon, in plaats van een bakje doe ik er eigenlijk, ik doe er ook ijs in en van alles in. Toetjes maak ik erin. En nu doe ik dit erin. Staat wel gezellig. Heel. Goed op slot doen, want er zit een slotje op en dan draai je dan. Zo. Oké. Okay. Top. Kijk. Oh, ziet er heerlijk uit. Hoe lang moet dat eitje erin dan? Gewoon op gevoel. Onder andere moet je sla staan maken. En dit is het. Gevoel. Ik denk als hij niet meer nat is, dan draai ik hem om. En dan doe ik die andere keer op de andere kant een paar minuten. Maar weet je waar ik ook nieuwsgierig ben? Ga ik ook proberen. Ik ga zo'n kant-en-klaar pak cake halen straks. Kijken of je hier een cakeje in kan maken. Het is leuk voor kinderen. Met een beetje pudersuiker erover. Ik ga het even proberen straks. Ja, top. Ja?